Zolang er gevaren wordt, vergaan schepen. Ze worden geborgen of naar grotere diepte gebracht. Een nieuwe tentoonstelling in het Nationaal Baggermuseum in Sliedrecht vertelt het verhaal van 6 bijzondere scheepswrakken. Zoals deze, de Baltic Ace, die op 5 december 2012 in aanvaring kwam met een containerschip. De Baltic Ace, een autotransportschip beladen met 1400 gloednieuwe auto's. Dat schip is uiteindelijk voor de kust van Goeree gezonken. En door het bergingsbedrijf Boskalis is die in 8 stukken gezaagd en aan de wal gebracht in Vlaardingen. Honderden scheepswrakken liggen voor de Hollandse kust. Het zijn de baggeraars die ervoor zorgen dat ze geen hinder voor het scheepvaartverkeer opleveren. Baggeren hoort een beetje bij bergen. In een heleboel gevallen moeten scheepswrakken op een dieper punt gebracht worden. En daarvoor is de baggerindustrie nodig om dat voor elkaar te kunnen krijgen. Schepen met lange zuigbuizen kunnen diepe gaten maken, waardoor het schip in zo'n diep gat komt te vallen. In feite zou je kunnen zeggen dat die baggeraars maken een graf voor een gezonken zeeschip. Westerse stormen hebben de scheepvaart langs de kust van Europa in ernstige moeilijkheden gebracht. Een van de slachtoffers was het Panamese schip Faustus, dat bij de pieren van Hoek van Holland aan de grond liep. De 91-jarige Dick Kamsteeg maakte een maquette van de berging van het Panamese vrachtschip de Faustus, die op 6 november 1952 zonk in de monding van de Nieuwe Waterweg. De Panamees maakte zware slagzij en deskundigen waren van mening dat het zwaar geladen schip dat steeds meer water binnenkreeg wel spoedig zou zinken. De motor was uitgevallen en het was overgeleverd aan de elementen. En de golven die wisten er wel raad mee, die hebben dat ding heen en weer geslingerd. Eerst op het strand en toen is hij daar weer losgeslagen en terug is hij over de pier heen gegaan. En gezonken en in stukken gebroken. En ze hebben alles wat boven het dek uit kwam, heeft de genie eraf laten springen met dynamiet. Het was een heel glad casco en er ligt nu in 3 stukken daaronder in die put. En daar ligt hij goed.